Oh nee, ik ben in een geinig mannetje veranderd. Wow, mijn stem is ook anders. Legalize nuclear bombs. Swag Messiah. Je kan dit nu gewoon lezen. Kun je van een hopper uit laten maken? Hallo allemaal. We zijn nu op Mallorca. Zoals je ziet ben ik in een sexy bruin mannetje veranderd. We hopen wel een manier te vinden om het terug te veranderen. Hallo mensen, we zijn hier om een lichaam weer te herstellen. We waren op zoek naar een sjamaan, maar wat is hier? Kom. Oh mijn god. Hij is vermoord. Hey. Ik heb hem perfect onder de knie. Perfect. Skitterend. 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 Oké, Kars, wat waar zijn we? Nou, we zijn in een soort graftombe. En ik hoop hier iets te vinden om Aaron terug te veranderen naar zijn oude gedaante. Dus, ik ga erin. Succes. Dank je. Oh, lekker geitenschedel. Oh, fuck. Misschien heeft iemand hier een geit opgeofferd. Misschien kan je dat gebruiken om mij weer Aaron te maken. Om mezelf te maken, bedoel ik. Oeps. I wish my father was more present. Nou, ik heb niks gevonden in de tombe om Aarons gedaanteverwisseling nog gedaan te maken, maar ik kan wel teleporteren nu. We moeten naar iets anders op zoek om de gedaanteverwisseling ongedaan te maken. Oepsie, oepsie. Ik wanneer ik een kind had. Super gaaf. Yeah. Is het overgesproken? Welkom bij Tjernobyl TV. Asbest levels hier zijn goed, hè? Ah, oh, ja. Asbest levels hier. Dit is gewoon een chill stoel. Hè? Dit lijkt hier een beetje op mijn slaapkamer. Dat is ernstig. Wow. Hier kun je doodvallen. Wow, what the fuck? Sterfkelder. Ga je erin? Hier, de play doet het nog. Oh gasten, de play doet het nog. Oh hier. Nog bij Drol TV. Ja, ik heb een stijl, ik ben aan. Oh ja, even vergeten dat jij Aaron bent. Mignon. Banana. Een insane shot wat ik nu heb. De insane beelden. Mensen thuis gaan echt uit het dak als ze dit doen. Eerste bos ooit, kijk nou. Hallo allemaal, welkom. We hebben een soort altaar gevonden. Dit. En ja, weet niet hoe het werkt. Dat is een beetje kut.
was het 100% Aaron terugveranderd garantie. Wat is dat voor beest? Heel interessant. This time baby, I'll be Hey mensen, nou we zijn nog steeds op zoek naar een kuur voor Aaron om hem weer te veranderen naar zijn normale gedaantenis. Maar we zijn nu al zo tyfus aan het rijden dat we bij de Chinese muren aangekomen. Wauw, kijk nou. Overexposed. Zo. Het is hem echt. Het is hem echt hoor. Schitterend gefilmd. Yo gasten, welkom bij een nieuwe aflevering MTV Cribs. Ik ben Aaron, je host. Crazy K achter de camera, let's go. Vandaag zijn we hier. Let's get inside. Oké mensen, dit is de tuinding met de pingpongtafel en zo. De mie eruit knippen. Kom mee. Kijken. Is niet zo opgeruimd door andere mensen, neem ik aan. Nee, het is door ons, het is bij allemaal gedaan. Normaal. Ik heb het ingericht. Oké. Okay. Dit is wel hier. Nou, dit is de yogakamer. Voor de yoga. Kan ik niet. Hier hangt kunst en zo. Wat is dat? Kunst? Oké, okay, interessant. Oh, dat is een media turtle, dat zie ik nu pas. Ik woon hier al een jaar. Ik zit zo rijk. Wat is dat? Weet ik niet. Wat is dit? Oh, dat ben ik in mijn Halloween kostuum. Ik dacht, dit is je wife. Nee, nee, kijk, kettingzaag. Wing wing. Motherfucker. Stoer. Laten we gaan naar de slaapkamer. Een shrine aan Nietzsche. Dit is een shrine. Hier bidden we vaak. Dit is de beste kamer van het huis. Een onopgeruimde teringzooi. De Pink Punk kamer. Dit is mijn art. Ben jij Nick? Nee. Hier hebben we mijn favoriete. Dit is een soort Homer Simpson-achtige man. Ja, dat is een Homer Simpson, ja. Laten we doorgaan. Nou, dit is de badkamer. This is where the magic happens. This is where the magic happens. We hebben een bad. We hebben een balzakwasser. We hebben een wc. We hebben een wastafeltje. Top! Laten we naar de outdoor bioscoop gaan. Oh ja, die hebben we ook nog, joh. De trampoline / outdoor bioscoop area. Nice. Kijk er wel eens naar films en zo. Ja. En nu mijn huis uit. Zonder deur. That's a view. Mensen, Ronald geeft net aan dat hij wil sterven. In dit geval voor de plot, maar hij is depressief, ben ik bang. En daarom ook goed advies. Je moet gewoon gelukkig denken. Je moet lachen naar jezelf en dan gaat het beter. Je moet gewoon zo... En dan gaat het vanzelf beter, bro. Ja. Bro. Ja. Bananen. Bananen. Dit is... Yo, gasten. Bij de competitie. We gaan allemaal een gooien en dan de winnaar de
beste wind. Komt hij van mij? Oké. Volgende deelnemer. Hoe was die? Laat weten in de comments. Laat weten in de comments wie er heeft gewonnen. Doei. Hey mensen, ik wil er graag een donut, maar ze hebben hier dan weer floepies. Fucking pee when I sit down I fucking sit down when I pee sometimes, okay? I'm not less of a man because of it. I'm not less of a man just because sometimes I like to take a load off when I pee. I don't wanna be standing when I pee. I wanna relax a little bit when I pee, so I sit down. Is that just a fucking crime? Yo gasten, we zijn in Drenthe. We hebben hier niet in Drenthe. We hebben wel het enige niet-hunebed gevonden, denk ik. We gaan het zien, ik ben een groot hunebed fanaat. Dus misschien dat ik daar terug verander. Hallo mensen, verschrikkelijk nieuws. Hunebed is ingestort. Daardoor heeft het al zijn magische krachten verloren. Waardoor ik waarschijnlijk nooit meer terug veranderd kan worden. Dit is echt tragisch. Als een hunebed fanaat doet dit mij echt wat. Oké mensen. Like en subscribe challenge. Like en subscribe deze video binnen 5 seconden. Soep. Ripping season, baby. Yeah. Ik ben Duke of Slaap. Hallo mensen, we zijn aangekomen bij het kasteel van Sinterklaas. In de hoop dat hij zijn Sinterklaasmagie kan gebruiken om mij terug te veranderen. Let's go inside. Het is dicht. Ik loop nu vaker in beetje overzwaar. Vele mensen vragen hoe het met me gaat. Het ziet eruit als Sinterklaas ons niet wil verwelkomen. Poortje dicht. Wacht, ik hoor wat. Het zijn spoken. Ze zeggen, om terug te veranderen, moet je terug naar Nederland. Yo mensen, welkom bij Speleo TV. Dit is een grot. Like en subscribe, tot de volgende keer. Nice kaak. Net aan een mis. Hallo allemaal, we zijn nog wel echt terug. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik zag een pikkie op de pond. Ze was zo beautiful, keek niet eens naar de kont. Damn. En ze keek me aan, keek direct naar de grond. Pikkie komt uit Noord, zegt Nelco met een pond. Damn.